Dag Pokeball! Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Legends Arceus video. Jullie gaan keihard op deze serie en dat vind ik super vet. Dus dankjewel voor de support. In deze aflevering moeten we naar de training grounds. Want ja, blijkbaar gaan we trainen. En als je dit een vette serie vindt, doe zeker even dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en zet even dat belletje aan. Want dan mis je geen enkele video. Dan gaan wij eens even kijken wat we hier kunnen doen. Hallo Akari. Zeg dankjewel dat je langskomt. Ik weet dat je het druk hebt. Ja, ik heb het echt zo druk, joh. Dat is echt... Oh, luister. Ik heb een epifanie. Hey, ik hou van dingen vertalen voor jullie, maar epifanie... Misschien is het gewoon een idee of een uitleg. I don't know. Ik weet niet wat dat betekent. Ik heb geen zin om het op te zoeken. Oh, kijk. Ik kan vragen wat dat is. Zij zegt, nou, kijk. Ik heb zelf ook een partner, maar we werken nog niet zo goed samen. Maar we moeten toch beter ons best doen om de Pokédex te completen. Oh, maar jij hebt dus een Pokémon... Ze zegt, ja, en hier is die. Het is Pikachu. What up, Pikachu? Leuk dat je er bent, joh. Toen ze werd aangevallen door die Shinx, kon ze niet nadenken. En toen kon ze niet als een team vechten. En sinds die tijd weigert Pikachu om te luisteren naar Akari. En als ze eerlijk is, dan weet ze niet eens hoe ze hem eigenlijk moet commanderen. Hoe ze hem moet leiden in een battle. Nou, Pikachu is toch wel vrij vrolijk, zo te zien. En Akari heeft een besefmomentje gekregen omdat zij ons zag samenwerken met mijn Pokémon. En nu hebben ze er zin in. Oftewel, bam, Pokébal op je bakkers en ze wil gewoon een dikke battle gaan doen. Oké, Akari, let's go. Cyndaquil, let's go. Oh yeah, dit is nice. Ik vind het zo cool dat je gewoon lekker zo rond kan lopen. Pikachu de Thunderwave en die paralyze mij. Daar ben ik niet zo blij mee. Hopelijk kan jij gewoon nog steeds Ember doen. Ja, lekker. Dat lukt. Oké, cool. Ik ga hier doorheen lopen. Oké, ik wou de klap voor je opvangen, Cyndaquil. Maar dat lukt niet. Ah, oké. Oh, dit ging best wel snel. Pikachu is down. Lekker, man. Hoppakee, XP'tjes voor mij, denk ik. En ze zegt, nou, jij en je Pokémon lijken echt supergoed samen te werken. Kijk, die XP'tjes. Level up, alles level up. Move mastered. Oeh, dat is ook nice. En ze zegt, dankjewel voor het battelen. Ik kan het fout hebben, maar op een bepaald moment dacht ik dat Pikachu en ik elkaar eindelijk begrepen. Nou, kijk, dat is mooi, hoor. Ik ben blij dat jullie het een beetje aan beginnen te voelen met elkaar. Oh. Maar Pikachu draait zijn rug naar haar toe. Komt goed, joh, Akari. Komt goed. Ik heb volste vertrouwen in jou en je Pikachu. Dus Pikachu is de partner van Akari. En de vraag van vandaag is... Welke Pokémon wil jij als huisdier? Ik zou denk ik voor Ditto gaan. Want die kan letterlijk overal in veranderen. Dat is echt super handig. Nou, nu krijgen we wat uitleg over types van Pokémon. Oh, als dit ergens in de game verstopt zit, is dat super handig. Soms moet ik dit gewoon opzoeken op internet. Welk type beter is tegen een ander type en zo. Als dit ergens in de game verstopt is, dan zou ik wel gelukkig van worden eigenlijk. Hey, en daar is weer een nieuw iemand die zegt, hey, dus jij bent de gast. De gast waar iedereen het over heeft. Ik denk het. Hallo, wie ben jij? Jij bent Zizou en jij bent kapitein van de Security Corps. En zij zegt, ja, jij kan wel vechten. Ik wil het even langskopen en je wat advies geven. Als jouw Pokémon zijn moves heeft gemasterd, dan kan je die in verschillende stijlen gebruiken. Je hebt een strong stijl en je hebt een agile stijl. En in de strong stijl is die sterker, maar langzamer. In de agile stijl is die wat sneller, maar misschien wat slapper. Maar ja, als je hem dan twee keer achter elkaar kan gebruiken, of eerst een move bijvoorbeeld, wat je status opbouwt, en daarna een aanval, dan kan dat alsnog supersterk zijn. Nou, eigenlijk wat ik net zeg, dat staat hier. En ze gebruiken allebei ook iets meer PP van je Pokémon. Oh, en zij kan ook nog even onze lekker sterke movies leren. Oh, dat is wel lachen. Dan moeten we even kijken. Oké, kan je mijn nieuwe move leren? Voor Cyndaquil bijvoorbeeld. Jij kan Cyndaquil Rest, Swift en Aerial Ace leren. Ja, nee, dat hoeft niet. En Shinx, wat kan jij Shinx leren? Jij kan Shinx Fire Fang, Thunder Fang, Ice Fang. Oeh, oké, ik wil Ice Fang leren voor Shinx. Mocht ik ooit een draak tegenkomen of zo, dan is dit wel een lekkere move om te leren. Oké, en als ik dan nu naar mijn Pokémon ga, naar Shinxy, en ik doe Change Moves, dan kan ik hier dus ervoor kiezen om Ice Fang ook hier neer te zetten. Voor de rest kan ik ook even alles orderen. Dat is ook wel lekker zo. Hoppakee, ja, nice, top. Ik ben er trouwens ook achter waar je team kan veranderen. Dat kan hier, bij de boerderij of bij de basecamps. Dus kunnen we bijvoorbeeld een Buizel mee gaan nemen in plaats van een van die Bidoofs en een Wurmple in ons team doen. Let's go! Dan gaan we verder met het verhaal. We moeten namelijk naar Mai toe. Daar gaan we weer, joh. Daar gaan we weer. Oké, wat zie je?
Wat, zie jij iets? Oh my gosh, iemand liet mij schrikken in mijn rug. Volo, what up? Volo zegt, liet ik je schrikken? Ik probeerde dat in ieder geval wel. Het is een geheime techniek om Pokémon te vangen. Als je ze namelijk van de achterkant vangt, dan heb je een grotere kans dat de Pokémon gevangen wordt. Voordat er een battle begint. Hallo? Jij lijkt een beetje op Link, jongen, van Zelda. Je hebt hetzelfde soort kleren aan. Oh, jij bent de jongen van Sir Ricor die uit de lucht is gevallen, toch? Ik heb een superlekker gerecht bedacht. En het is een champignoncakey. Is dat een Champions League dinertje? Nou, ik ga wel even een champignonnetje voor je zoeken. Komt goed. Als ik hem vind, dan mag je hem hebben van me. Yo, even Bidoof vangen, hoor. Hartstikke idee. Ik vind dat geluidje ook zo leuk. Zo, weet je, zo vuurwerk. Ik vind dat wel cool gedaan. Bidoof, kom hier. Kom hier. Kom met mijn team. Ja, kom maar. Ah, nee. Hij rent weg. Hij gaat weg. Ah, nee. En ik verspeel Pokéball. En kom hier. Ik pak je maat. Wat erg. Ik laat die andere wegrennen en ik pak ze mattie gewoon. Ja, en dat doe je om hier je Pokédex compleet te maken natuurlijk. En dat kan nu. Als ik nu mijn quest inlever, dan is de Pokédex voor Bidoof, compleet. Ik heb nog niet alles gedaan, maar er staat er net als bij Cyndaquil daaronder dat hij compleet is. Oeh, misschien kunnen we die Jinx gewoon vangen met de Backstrike. Dan hoeven we niet te battelen. Als hij ons niet ziet, hoeven we niet te battelen. Kom op. Ja, kijk, dit is de kans. Jinxie Winxie, kom maar. Yo, kijk, dat is lekker, joh. Galaxy member, mag ik de brug over? Hij zegt, ja, hier zijn echt super sterke Pokémon aan de andere kant van de brug. Maar, ja, je bent al level 1, dus ja, je mag hier lekker naartoe. En hier zijn Mai en Akariko. Ik vergeet elke keer haar naam, joh. Akariko toch of zo? Akari, zonder ko. Dit is Rikachu, Mai. En Mai zegt, is dat een nieuw persoontje? Maakt mij niet uit dat je nieuw bent. Als jij hier bent, dan denk ik dat je komt om te helpen. Ik denk het wel. Je ziet er op zich wel uit als een aardig persoon. Dus ik wil jou wel helpen. Ik ben een van de wardens van de Diamond Clan. En je mag me Mai noemen. Ik denk dat je niet eens weet wat een warden is als je zo nieuw bent hier in Hisui. Maar dat maakt niet uit. Dat kan wel wachten. Laten we gelijk bij het punt komen. Ik heb een probleem. En Rikachu, voel jij je zeker genoeg om jouw Pokémon te leiden in battles? Tuurlijk, man. Ik ga lekker, man. Ik ga hard. En Mai zegt goed om te horen, want de security core van jou, die kan niet doen wat ik vraag van onze vraag. Dit is mijn partner, Munchlax. We hebben altijd samen gevochten en ik voel hem al aankomen. Ze zei watch and learn. Ik denk dat wij gaan battelen. Ja, wij gaan hier heel hard battelen. Let's go, Cyndaquil. Oef. Ik weet niet welk level deze Munchlax is, maar ik hoop dat we die Cyndaquil kunnen pakken. Ik heb Quick Attack gemasterd, maar ik ga toch eerst even voor Ember, denk ik. Oef, dit doet niet heel veel damage. Oh, rollout. Ja, dat is super effectief. Ik moet denk ik nu al gaan wisselen, joh. Jinx, kan jij korte metten maken met deze Munchlax misschien? Oh my gosh, met deze Munchlax is wel pro. Laten we Thundershock proberen. Geen physical attack. Oef, dit doet niet zoveel damage. Oeh, kijk hem rollout doen. Oh man, mijn Jinx gaat ook kapot. Oké, ik ga quick attack doen en daarna weer wisselen van Pokémon, denk ik. Nee, mijn Jinx gaat eraan. Oké, ik had nog beter wat meer moeten trainen, denk ik. Oké, Starly, let's go. Jij dan. Starly, gebruik Gust. Kom op. Pak die Munchlax, joh. Oh, daar gaat hij weer rollout. Oh, dat is ook super effectief. Lekker bezig, Rick. Oh my god. Munchlax maakt heel mijn team dood, joh. Ik heb alleen nog level 4, level 7 en een Bidoof. Wil je deze rollout battle gaan doen? Ik kan ook rollout, hè. Ik weet niet of je het weet, maar hier, deze voor jou. Ik ga hem in de weg lopen. Oh, oeps. Nee! Bidoof. Bidoof gaat ook dood, denk ik. Oh, kom op. Nee, ja, Munchlax is down. Eindelijk. Oh, deze Munchlax sloopt heel mijn freaking team. Oké, mijn team is nog niet zo heel goed zo te zien. Ik moet echt nog een beetje trainen. Nou, Mai zegt wel, je bent geen baviaan van de galaxy als je mijn partner kan verslaan. Goed gedaan, Munchlax. Oh, zij hield mijn Pokémon. Daar ben ik wel echt heel blij mee. Jongens, we krijgen ook nog een ander cadeautje van Mai. En dat zijn 5 Vivi Chokes. En dat is een material waar je een revive van kan maken, denk ik. Jij en je Pokémon hebben goed samengevolgd. En ik denk dat jij wel geschikt bent voor de job. Ik heb iemand nodig die met een Alpha Pokémon gaat dealen. Oh my gosh, moet ik nu al tegen een Alpha? Dat zijn super grote, sterke Pokémon. Ah! Mijn Arceus phone gaat. Ik laat het even aan Mai zien. En ja, dit is wel een sick telefoontje, jongen. Het is beter dan een iPhone.
Maar ze vraagt ook nog, weet je al iets over de Almighty Sinnoh? Nou, dat weet ik niet echt, maar het zal Arceus wel zijn, denk ik. Almighty Sinnoh bestuurt de tijd. Het heeft het universum gecreëerd en het land Hisui was geboren in dat proces. Alleen maar dankzij de Almighty Sinnoh kunnen Pokémon hier leven. Wij van de Diamond Clan zijn afstammelingen van de mensen die de zee zijn overgestoken en hier in de Hisui region zijn gaan wonen. Om de Almighty Sinnoh te aanbidden of te respecteren of whatever. Maar de Almighty Sinnoh is weg en hij verstopt zich. En hij wordt bijna nooit meer gezien door mensen omdat hij mensen niet meer vertrouwt. Maar wij proberen er toch voor te zorgen dat de Almighty Sinnoh niks tekort komt. En de Alpha Pokémon in Deer Track Heights is een van die honderden afstammelingen van Pokémon die gezegend was met de Almighty Sinnoh's bescherming. Oké, maar waarom moet ik die dan verslaan? Oh, ik ben toch helemaal nog niet sterk genoeg, joh. Hey, kijk nou. Crick Toontie. Die gaan we vangen. Let's go. Nieuwe Pokémon in de Pokédexie. Kom maar. Ah, nee. Crick Toontje. Hier komen. Kom. Niet zo moeilijk doen, jongen. Kom gewoon in mijn Pokéballon. Kom maar. Ja, lekker dit. Lekker. Kan ik trouwens nog meer Pokéballs maken? Want ze zijn bijna op. Ik kan 8 Pokéballs maken. Ik moet echt op zoek naar Tumblestones en Apricorns, zo te zien. Apricorns zijn volgens mij hier in deze boom. Go, Starling! Zijn dit Apricorns? Nee, dit zijn cherry berries. Die tumblestones die zitten volgens mij in die steentjes allemaal. Toch? Ja, kijk, tumblestoontje, top. Daar krijg je ook gewoon XP voor, dat is echt super chill. Oeh, en we kunnen trouwens Wurmple evolueren. Let's go Wurmple. Ga maar lekker evolueren, joh. Dit kunnen we nu dus zelf gewoon aangeven wanneer dit mag gebeuren. En holy moly. Oh, wat gebeurt er allemaal? Wat een chaos, hè? Hij is in een tornado. Met elektriciteit eromheen. Wat een... Jeetje. Oké, dit hebben ze wel even een stuk toffer gemaakt, hoor. Man, daar is Cascoon. Cascoon gaat de ID voor een nieuw move. Top. Betekent dat ik dan zelf nog die move moet toewijzen nu, of niet? Nee, die heeft hij wel gewoon zelf geleerd. Oké, cool. Yo, wat wil jij van mij dan? Hij wil een paar cherry berries. Oh ja, die heb ik wel voor je, man. Hier, cadeautje. Cherry berries voor jou. En we krijgen 15 pokeballs van deze guy. Dat is wel echt oprecht heel aardig. Oh, wacht even, jongens. Wacht even. Ik zie Geodude hier. Hij ziet er heel agressief uit. Hij ziet er heel agressief uit. Kijk hem boos doen. Kom hier. Geodude. Kom met mij mee. Let's go. Ja, nice. Ik heb hem gevangen. Oeh, dat is lekker. Eigenlijk wil ik die gelijk in mijn team doen. Dat vind ik wel jammer. Dat ik nu niet gelijk deze Geodude in mijn team kan doen. Maar dat ik dus eerst naar een plek moet. Naar een kampie of zo. Of naar de thuisbasis. Dat ik hem daar pas in mijn team kan doen. Maar die kent denk ik helemaal nog geen watermoves, toch? Of wel? Oh, wel. Aqua Jet. Oh. Let's go, let's go. We gaan deze Geodude aanvallen. Aqua Jet, let's go. Super effective. Oh, maar hij is level 10. Hij is level 10, pas op, Wizzle. Oké, gaat goed, gaat goed. Nog een keer Aqua Jet. Lekker. Ja, ik heb even XP nodig, jongens. Want ik ben nog maar level 12, joh. Alleen mijn Cyndaquil is level 12. Voor de rest is iedereen nog noob. Oké, kunnen we deze pakken? Nieuwe Geodude. Hapsifitikalapi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 p
Ga in je bal, vriend. Ik commandeer je. Jongen, hier heb je nog één. Oh nee, nu wil hij niet meer. Nu wil hij battelen. Nou, dan gaan we toch battelen. Oh, hij doet weer rollout. Yo, maar kan ik je nu wel vangen dan? Nu ben je slappie jappie, toch? Ga maar, ga maar. Ga maar in die pokeball. Ik zie niks. Ik zie niks. Ja, ik zie vuurwerk. Top. Zou mijn Shinx deze Staraptor kunnen verslaan? Het is natuurlijk geen Staraptor. Staravia. Oh my gosh, quick attack. Oh, oké. Welk level was die? Ik wil niet. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Sorry, Staravia. Oh, daar zit wat in de boom. Kijk, die boom beweegt. Ja, dan moet ik langs die Staravia, joh. Maar wat zit er dan in? Er zit niet alleen berries in, jongen. Hier zit sowieso ook een Pokémon in. Ja! Een Burmie. Oké. Okay. Ben jij zeldzaam of niet? Burmie. Oh, nee, 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 nee. Nee. Zit die Staravia zich nou nog steeds mee te bemoeien? Nee. Oh, ik heb Burmie kapot gemaakt. Nee, maar ik wil weg. Ik wil niet. Nee, ik wil niet tegen die Cyndaquil. Of tegen die Staravia. Wat zit je nou hitte met mij te bemoeien, joh? Ga gewoon poepen of zo. Ik ga niet liegen. Het leven wordt je hier wel moeilijk gemaakt, joh. Oké, okay, wat doe ik überhaupt hier? En we kunnen Cascoon gelijk nog een keer evolven. Ja, ja, ja. Lekker. Let's go. Dit gaat natuurlijk gelijk op level 10 evolven. Heel nice. Heel nice. Kijk. Lekker. Dustoxie hebben we.
Ja, ik vind Dustox wel een leuk Pokémon, hè? En die heeft gelijk Confusion geleerd, dus dat is lekker. Zo, dit ging even goed, jongen. Level 14 Pokémon is je gepakt, heerlijk. Kijk, alleen het ding is nu wel... Ik heb nu natuurlijk een Dustox, dus ik kan nou niet bijvoorbeeld meer de dingen van Cascoon gaan doen voor de Pokédex. Dus ik denk dat het wel slim is om gewoon lang te wachten met je Cyndaquil te evolueren tot je eigenlijk dit allemaal hebt gedaan en dan pas evolven. Ik denk eigenlijk dat we dat op die manier moeten doen. Oh kijk, daar is nog een Stantler. Ik wil ze allemaal vangen voor de XP. Let's go. Oh, 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 die is boos. Die andere is boos. Ik ga je ook vangen. Of niet? Nee. Oké. Okay. Dan niet. Wat is daar, bovenop die berg? Oh, daar is een... Daar is een Stantler met rode ogen. Hoor hem schreeuwen ook. Oh my gosh. Kunnen we die vangen? Als wij gewoon een Pokéball in zijn rug gooien, dat zou echt super chill zijn. Ik wil de Gyarados hebben! Dit is zo vet! Kijk hem hier boven langs vliegen. En deze muziek die ik nu hoor, ik word helemaal gek van deze game. Dit is zo cool. Misschien moet ik op die berg daar staan. No! Dag, Pokéball. Oké, we doen nog een poging. We doen nog een poging. Dan moet ik nu mijn bal gooien. Nee! Oké, dit is niet de bedoeling, denk ik. Oh, jeetje. Wat jammer. Oké, het is inmiddels weer dag. Laten we naar mijn doel gaan. Als ik tenminste de weg nog kan vinden. Oeh, ik kan nu ook Starly en Shinx evolueren. Ah, dit is ook wel verleidelijk hoor. Ja, maar die zie je best wel veel in de wereld. Ik denk dat ik deze twee gewoon prima lekker kan evolueren. Let's go! Shinxie, jongen, daar ga je! Lekker! Ja, dit schermpje ziet er wel echt heel vet uit hoor. Heel vet. I love it. Oh, oh, zo. Kijk hoe boos. Die ogen. Zag hoe die ogen eruit knalden, jongen, van Luxio. Yeah! En laten we Starly dan ook maar gewoon gelijk doen, toch? Niet naar Staraptor, maar naar Staravia. Heel vet. Dat hebben ze echt cool gedaan met die ogen die zo oplichten. Heel nice. Luxio, die kent nu ook Thunderfang. Yo, dan ga ik maar eens terug naar de plek waar ik naartoe moet. Wow, kijk deze Parasect. Die is kapot groot. Ik durf nog niet, Cyndaquil. Ik weet dat je super effective bent, maar... Deze is vet boos. Nee, nee, we gaan het niet doen. Laat ik een keer verstandig doen. Normaal zou ik er altijd gelijk op afgaan, maar we gaan een keer verstandig doen. Dus even kijken, we moeten daar naartoe. We gaan gewoon de Alpha Pokémon battelen, waarvan de game vindt dat we die moeten battelen. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. En als je daar ook benieuwd naar bent, jongens, oh man, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan voor de support. Dan zie ik je gewoon bij de volgende. Ah, oh, dat is wel jammer van die Gyarados, man. Mazzel!